De terugtredende paus Benedictus XVI heeft uitspraken gedaan over homoseksualiteit en condooms die veel mensen tegen de borst stuiten. Hij zou niet van deze tijd zijn. Is dit het moment voor een modernere koers? Of is de tijd van de kerk gewoon voorbij? Live vanuit Hilversum is dit Debat op 2. Osman, theoloog. Ik ben het inderdaad mee eens. Maar wat ik het belangrijkste vind om aan de nieuwe paus mee te geven... misschien kijkt hij vanavond. Dus wat ik de nieuwe paus mee wil geven is niet dat hij alles moet veranderen. Want iemand kan niet in één leeftijd een traditie van 2000 jaar in zijn eentje gaan ombuigen. Maar de nieuwe paus wel voor moet zorgen... is dat er een klimaat ontstaat wereldwijd... waarin gelovigen en theologen overal met elkaar over kunnen praten. Ook over homoseksualiteit, ook over voorboedsmiddelen... zonder dat je bang hoeft te zijn dat er vanuit Rome een hakbel in je nek gelegd wordt. Dus laten we nou een open en eerlijk en vrij discussieklimaat scheppen. Als allereerste voorwaarde. Ja. Ja. Meneer Bosman? Nou, precies, want als je gaat nadenken over een kleine heilige restkerk... waarin alleen maar de echte zuivere gelovigen overblijven... wie dat dan ook precies mogen zijn... Dan krijg je een heel klein kerkje... waar iedereen allemaal naar elkaars navel gaat zitten staren... en waar de kans op fundamentalisme en het stokken van het denken... verschrikkelijk groot is. Dus mijn wens is zoveel mogelijk mensen... zoveel mogelijk kritieke massa... zodat wij met z'n allen, want wij zijn de kerk, samen die kerk kunnen moderniseren. En dat mag je niet op de schouders van één man leggen. Dat moeten wij met z'n allen als katholieken wereldwijd realiseren. Goed. Ik wil nog iets anders bespreken. Mensen zullen dat geloof altijd uitblijven dragen. Het stopt dus niet bij de voordeur, zegt Christel. Als we dat eens omdraaien, religie hoort juist wel achter de voordeur, dan hebben we onze stelling. Daarover praten we straks met iedereen hier. Maar eerst even één op één met Frank Bosman, theoloog, en Hans de Vries, voorzitter van de Atheïstisch Seculaire Partij. Religie hoort achter de voordeur. Reactie, meneer Bosman. Nou, ik denk dat er in Nederland... Ik ben dus oneens met de stemming. En ik denk dat er in Nederland een soort religiestress aan de hand is. Op het moment dat religie zich in het publieke domein manifesteert... gaan allemaal seculier georiënteerde mensen heel erg allergisch reageren... en wordt de religie achter de voordeur geschopt... met het argument van irriteer me. Dood en al die privileges van die religieuze. Zo. Nee, maar andere mensen hebben ook irritante privileges... waar ik gewoon mee moet leven. Ik moet ook leven dat er bijvoorbeeld iets als een gay pride is... waar ik bijvoorbeeld helemaal niet naar wil kijken wat ik irritant vind. Toch laat ik dat gewoon... toe. Zondag loop ik door de stad en ik zie allemaal mensen die aan het kopen zijn. Vind ik verschrikkelijk irritant. Laat ik ook gewoon toe. Tolereer ik gewoon. Waarom zouden dan die kerkklokken en die minaretten niet mogen? Dat is reactie, meneer De Vries. Ik vind dat uitingen die verder gaan dan als jij gewoon gelooft... of als jij een fantasieverhaal of een verhaal bijhoudt... waar je denkt van oké, dat is gemaakt door mensen. Kijk, wij zijn allemaal, zoals we hier zitten, geboren bloot naakt. Zijn wij geboren met een godsdienstgen? Zijn wij geboren met een islamitische gen geboren? Zijn we met een joodse gen geboren? Nee, zijn we met een katholieke gen vraag, geboren? Reactie, meneer Bosman. We zijn de mensen ongeneeslijk religieus. Dat komt van Dorothee Sulle, de Duitse Lutherse theoloog. En van allerlei onderzoeken van het Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid... tot en met het Sociaal Cultureel Planbureau is gebleken... dat tenminste een stabiele percentage van 60% van de Nederlanders... zich religieus dan wel geloven, dan wel spiritueel noemt. En u wil van die 60% zeggen dat dat domme middeleeuwers zijn... Die moeten emanciperen. Ik vond het een disqualificatie en een arrogante houding. Ik vind het de Bosman, reactie. Dan hoeft hij geen trouwambtenaar reactie, meneer Vries, te zijn. Het is meneer een non-issue. Het is een uitstervend ras, de weigerambtenaren. Als we nog 30 jaar wachten, bestaan ze niet meer. En ik vind dat de Nederlandse overheid moet garanderen... dat homoseksuelen van welk geslacht dan ook... in elke gemeente in Nederland moeten kunnen trouwen. En er zijn in elke gemeente ambtenaren te vinden die dat kunnen. En die 2-3 ambtenaren die dat misschien niet meer willen... laat die toch in godsnaam gewoon met rust. En maar waarom heb je dan die privilege? Meneer Bosman. Nou, ik ben het niet meer eens dat de wetgever christenen voortrekt. Er zijn bepaalde wetten... in Nederland die mogelijk maken om met publieksgeld bepaalde activiteiten van kerken, van gelovigen in zijn algemeenheid te betalen. Daarmee wordt geen onderscheid gemaakt tussen de ene en de andere gelovigen. Als de overheid zou zeggen, we geven iedereen behalve de katholieken, of we geven niemand behalve de katholieken, dan discrimineert ze. Maar als de overheid zegt, we geven alle religies evenveel middelen om zichzelf als verbindend element in de samenleving in te zetten, discrimineert ze. Ja, maar er zijn ook mensen die niet religieus zijn. Dat moet je ook zeggen. Ja, kijk, ik vind het altijd een beetje vervelend als bijzonder onderwijs aangepakt wordt. Dat het niet alleen maar gaat over scholen op basis van levensbeschouwing. Maar ook gaat over een hele aantal pedagogisch bijzondere scholen. Zoals bijvoorbeeld Montessori, Dalton en vrije scholen. Dan moet je die, maar ga je met dezelfde pennenstreek, pak je die ook aan. Dus we moeten heel zuinig zijn op ons bijzonder onderwijs. Meneer De Vries, zegt u eigenlijk, alle scholen moeten openbare...